Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Fan Friday video. Vandaag is het tijd voor de Red versus Blue Taken Challenge samen met Jayenna. Zij is zo ongelooflijk leuk, dus ik heb er helemaal zin in. Maar voordat we gaan beginnen, heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een dikke vette duim omhoog te geven. Alleen welke hand moet je ervoor gebruiken, dat hangt ervan af. Hou je ontzettend veel van tekenen? Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Of heb je zoiets van, tekenen, niet helemaal mijn ding. Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. En dan gaan we nu natuurlijk meteen beginnen met Drawing Challenge. Het is vandaag tijd voor de Red versus Blue Drawing Challenge. Maar zoals je kunt zien zit ik niet alleen. Ik zit namelijk naast Jayenna. En wanneer hebben wij elkaar ontmoet? Tijdens de Lucardi shoot. Ja, want bij Lucardi, begin van het jaar, was ik uitgekomen met een eigen sieradenlijn. En toen heb ik jou uitgenodigd om samen model te staan voor de sieraden. En het is echt een hele toffe lijn geworden en natuurlijk ook een hele toffe shoot. Ja. En jij bent model en zangeres. Ja, klopt. Bekend van Instagram. Maar nu ben ik wel heel erg benieuwd. Wat vind jij het leukste om te doen? Dan ga ik toch voor zingen. Ik ook wel zingen. Kom, we gaan samen iets zingen. Ja. Wel gefeliciteerd. Ik wilde heel erg graag een video met jou opnemen. Leek mij heel erg. Ja, dat is super gezellig. Het idee is dus om deze tekenchallenge te doen. Ik zal hem eventjes snel voor jullie uitleggen. We hebben namelijk een blauwe beker. Yes. En een rode beker. En zometeen krijgen we een opdracht om iets te tekenen. In de blauwe beker komen stiften te zitten die heel fijn zijn voor de tekening. Maar in de rode beker komen stiften te zitten die je echt absoluut en zeker niet wil hebben. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Ik heb er ook heel veel zin in. Oké, supergoed. En ben jij een beetje goed in tekenen? Nou, nee. Oh. Dus we gaan het zien. En we gaan beginnen met ronde 1. Oké, we hebben hier voor ons de kommen. En hieronder zitten de rode en de blauwe beker verstopt met stifter erin. En Jayenna, omdat jij te gast bent, mag jij kiezen welke van de twee kommen jij wil houden. Wat denk je dat je hebt? Ik denk fout. Ja, ik denk rood. Ik denk dat ik rood heb. Ik wil wel ruilen. Ja. Nee! Ik wil ruilen! Nee! Ja. Nee. Oh, je gaat ruilen. Oh, je gaat er gewoon voor. Oké. Okay. Ga ervoor. 3, 2, 1, go! Ja! Nee! Ik had echt zo'n gevoel, hè. Ik heb een blauwe, een groene en een rode om een hond mee te tekenen. Ik heb precies alle kleurtjes waar die ik nodig had gewoon. Ik ben helemaal niet jaloers, hoor. Helemaal niet jaloers. Oké, ik heb de timer. We hebben 1 minuut om onze tekening te maken. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Here we go. Oké, wat moet ik in vredesnaam tekenen, jongens? Bijna al alles getekend. Wacht, ik heb iets in mijn hoofd. Het lukt maar niet. Ik ben begonnen met de blauwe hond. Dat is bij deze al. Gelijk al echt zo niet goed. Nee. Wat is dat? Wat was die hond? Het lijkt op een vak. Wacht, ik moet ook nog andere kleurtjes gebruiken. Jij hebt slechte kleurtjes en jij hebt de beste. Ik heb een beetje de neiging om kat te tekenen steeds. Oké, we hebben nog maar 12 seconden. Wat is dit nou weer? Wat? Ik moet alle kleuren gebruiken. Eeuw, dat is heel eng. Dat had ik niet moeten doen. Een lijstje. Oh my god. Ik heb nog niet alle kleuren gebruikt, jongens. Een lichaam. Oké. Ik heb het helemaal warm. Ja, ik ook. Durf er niet eens naar te kijken naar dit. Oh my god. Nou, ik vind het wel grappig. Weet je wat het ding is? Lijkt inderdaad best wel op een varken. Nou, dit is mijn hondje. Ik heb per ongeluk de ogen rood gekleurd, want het moest allemaal heel snel. Maar beetje ik vind dat eng. Ja, wel een beetje creepy eigenlijk. Jullie mogen in de reacties hieronder stemmen welke van de twee je het mooiste vindt. Denk je Jayenna, die is veel mooier, dan geef je haar een punt. Of denk je die van mij is veel mooier, dan geef je mij een punt. Nee, in de reacties. Niet doen, jongens. Ja. Niet doen. En dan gaan we nu door naar ronde 2. En dit keer gaan we iets tekenen waarvan iedereen wel weet hoe die eruit ziet. Het is namelijk SpongeBob. Hij is best wel ingewikkeld om te tekenen of zo. Nou, het is gewoon een vierkantje. Oh, weet je wat? Dan hoop ik dat ik de mooie kleuren ga krijgen. En dan mag jij lekker het vierkantje tekenen. Ja. Maar het is nu dus aan mijn beurt. Oh jeetje, ik heb geen idee. Weet je wat? Ik ga de mijne houden. Yes, ik ga hem houden. Ik heb echt het gevoel dat ik de goede heb. Echt? Oké, ik ga ruilen. Nee, nee, ik zal het niet doen, want ik heb mijn keuze gemaakt. En go! Ja! Jij hebt echt wel goed gevoel daarvoor. Jeetje! Wow, jij bent hier heel erg goed in. Ja, maar ik ben niet goed in tekenen. Ik heb in ieder geval echt de lelijkste kleuren. Ik heb oranje, groen en paars. En wat heb jij? Ik heb gewoon alles wat ik maar kan hebben. Ja, heel voor SpongeBob. We gaan ervoor. En go! Ik ga een vierkantje tekenen. Ik heb er helemaal niks aan. Oké, jongens. Het is een SpongeBob, hè? Zo. Oh ja! Zo. Oh ja, dat vergeet ik helemaal. Oh, ik dacht dat het gewoon een vierkantje was. Zo, zo. Het is wel een beetje 3D. Oh ja. Oh ja, hij heeft drie beentjes. En
schoenen. Zo. Oh, drie wimpers zo. Heeft hij altijd. We hebben nog 20 seconden. Het gaat echt heel erg snel. Oh my god, het gaat echt zo snel. Heel te snel. Zo, ogen met wimpertjes. Oh ja, die sokjes. En dan pupillen. Kijk nou eens even. Ik gebruik al mijn kleurtjes hoor. Ik ook. En hoe is zijn mond ook weer? Ik weet het niet meer. Zo. Oh ja, hij heeft zo'n wangetje met van die spoeltjes in. Zo. Oh ja, en tanden. Zo. Maar dat lijkt wel op voor. Oké. Ik heb wel de sokken. Ja, je hebt inderdaad echt de sokken heel goed. Maar dit is lastig, jongens. Want het lijkt allebei wel op SpongeBob. Jij hebt hem zo mooi 3D. Ja, jij hebt hem juist de kleurtjes. En er is iets heel erg stoms wat ik ben vergeten. Namelijk de gaten. Ja, daar krijg ik dan weer extra punten voor. Nou, ik ben in ieder geval blij dat ik het niet hoef te kiezen. Dat laat ik lekker aan jullie over. Om op mij te stemmen natuurlijk. Nee. En dan gaan we nu meteen door naar ronde 3. Dit keer gaan we iets heel erg magisch, kleurrijk en vrolijk tekenen, namelijk een unicorn. Hier heb ik absoluut en zeker de juiste kleuren voor nodig. Oh, ik ook. Maar ik ben er dus best wel een beetje zenuwachtig voor, want het is nu jouw beurt. Ja. En tot nu toe heb jij alles helemaal goed geraden. Nou ja, het is aan jou. Gaat u maar. Wat denk je? Ik denk eigenlijk dat ik nu de goede heb. Wat? Ik denk dat ik de goede heb. En nee. Nou, laten we allemaal massaal gaan hopen dat je het fout hebt. Nou. En yes! Oh my god! Oh, kijk eens wat er is! Ja. Nou ja zeg, kijk naar mijn rainbowkleurtje. Ja, het is echt helemaal pastel regenboog. En weet je wat ik heb? Twee zielige rauwe kleurtjes. Groen en bruin. 3, 2, 1, go! Yes! Oké. Ik ga naar mooiste unicorn. Ja, okay, ik ga voor bruin. Bruine unicorn, zoveel keuze heb ik ook weer niet. Oh jeetje, oh jeetje. Heeft een unicorn oor? Ik denk... We zijn 40 seconden en ik heb nog niks gedaan. Kom op, Jamila, je kan het. Ik ben ineens vergeten hoe je. Oh nee, hij heeft een foto in zijn nek. Komt waarschijnlijk omdat je zoveel kleuren hebt. Ja. Oké, jongens, help me. Help me alsjeblieft. De haartjes. Zo. Wow. Oké, blauwe ogen. Oh nee, wacht, dat is een oor. Hij moet staart hebben. Kijk, mijn prachtige unicorn. Hij is niet mooi. Oké, een hartje hier. Ik weet niet meer wat ik betekent. Van de inspiratie. Ik kan niks zonder die kleuren, jongens. Wacht, misschien is het zo. Ik vond het echt heel moeilijk. Die van mij heeft geen staart. Ik wil al de kleuren. Oh! Dit is mijn tekening. Stem op degene die het mooiste vindt. Stem op degene met de meeste prachtige kleurtjes. Maar die is zo mooi. Deze heeft een poot in zijn nek. En hij heeft een hartje op zijn billen. Jullie mogen stemmen in de reacties. Het is oprecht wel echt hele leuke kleurtjes. Ja. Maar de mijne is gewoon mooier. Nee. Dus ja, er is niet zoveel meer aan te doen natuurlijk. Stel mij. Ik heb de meeste mooie kleurtjes. En we laten het aan jullie over. En dan gaan we nu door naar ronde 4. En dit is tegelijkertijd de moeilijkste tekenchallenge. Want we gaan niet zomaar een figuurtje of een karakter tekenen. Nee, het wordt Ariana Grande. Dat is zo lastig. Het enige wat ik van haar weet is dat ze staart heeft. Sowieso. En een heel schattig gezichtje. Ja, ook dat kuiltje ervan. Oh ja. Het zou zeker handig uitkomen als je de juiste kleur hebt. Maar helaas voor mij mag jij kiezen. Oh nee, wacht. Jij mag kiezen! Yes! Jij mag kiezen! Nee, ik had eigenlijk gehoopt dat jij het antwoord zou geven. Nou, nee, pech voor jou. Ja, ik ga voor deze. En? Ja, maar ik ga het niet! We doen het gewoon. 3, 2, 1, go! Wat is dit nou weer voor prank? Ja, nu zit het eronder. En go! Yes! Oh nee! Allemaal bruin tinten, want Ariana Grande heeft natuurlijk bruin haar. En ik ga een prachtige alien Ariana Grande maken. Oh! You ready? Ja. 1 minuut gaat nu in. Oké. Okay. Ik schrik er steeds van mezelf. Dit is zo een zijscheiding. Wat ga ik doen? Ik kan helemaal geen gezichten tekenen. Wat zeg ik allemaal, joh? Wat is dit? Zij heeft een staart. Gigantische staart. Dit is wel lastig. Hoe heb je dat gedaan met al die kleurtjes? Wat is dit, jongens? 29 seconden. Oh my god. Wat is dat? Wat? Ze heeft hele grote, mooie oogjes met heel veel... wimpers. En dan nog eentje zo. Oké, wenkbrauwen. Het is tijd voor kleuren. Jongens, dit moet ik wel doen. Jongens. Zo. Highlights. Highlights erin. Een beetje skin color. Oh, wacht. Zo ik heb nu twee neus. Waarom gaat die minuut zo snel voorbij, jongens? Iedere keer dan
dan maak ik mijn tekening en dan denk ik, oh, dat gaat nog best wel goed. Oh my god. En dan moet ik het inkleuren. Wat is dit? Dit is Ariana Grande. Ja! Duh. Hier zijn we. Huh? Oh, Seven Rings. Ja, en dit is Spotify. Hey, twee neuzen. Waarom heb je twee neuzen? Oh, dat ik vergeten was dat dit een neus was. Gelukkig ligt het niet aan ons. Jij mag ons een punt geven. Met ons bedoel ik natuurlijk mij een punt geven. Want de mijne is overduidelijk Ariana Grande. Die dus van mij is Alien Grande. Ja. Dus dat is nog beter. Het is Eliana Grande. Ik ben heel erg benieuwd wie deze ronde heeft gewonnen. En dan gaan we nu door naar ronde 5. Dit keer gaan we iets tekenen wat mij redelijk te doen lijkt. Het is namelijk Nemo. Nemo? Oh, Nemo. Denk je dat je het een beetje kan tekenen? Ik denk het wel. Dit keer mag jij inderdaad gaan kiezen welke het gaat zijn. Kies alsjeblieft die ene. Nee. Rood. Nee. Rood. Nee. Ik vind dat deze blauw. Nee, deze. Yes, twijfel. Nee. Dat moeten we hebben. Dit is blauw. In de witte. Deze is blauw. Dus ik ga lekker. Ik ben helemaal niet zenuwachtig voor. Oké, go. Ja! Weet je wat voor kleur ik heb? Oranje en zwart. Yes. So, ik heb heel mooi blauw met groen. We gaan ervoor in 3, 2, 1, go! Ja! Oh jeetje, ik weet het nou al niet. Hij had wel een hele grote Nemo. Nemo, die heeft een vinnetje. En die heeft hier ook een vinnetje volgens mij. Heel groot, lief gezichtje. En een klein vinnetje. Oh my god, het lijkt op een haai. Oké, ik moet echt even opschieten, want anders kom ik er niet. Zo. Waarom kijkt hij naar jou? Ik wilde dat hij naar mij keek. Oh, ik weet het. Streepjes, nee, zo. Oh ja, had streepjes, dat past gewoon niet meer bij mij. Wacht, je moet niet luisteren naar wat ik zeg. Oh, maar ik wil nog inkleuren. Ah, nog 10 seconden, nog 10 seconden. Inkleuren. Ik kan niet inkleuren, zo snel ik heb nog maar een paar seconden. Verkeerde. Zo. Oh nee. Ik heb toch nooit zoveel stress gevoeld. Dat is zo schattig. Kijk toch. Oh, zij is mijn tegenstander en zij vindt het zo mooi. Dus ja, dan moet jullie het ook voor mooi. Oh nee, ik had het over de mijne. Het is aan jou om te besluiten welke krijgt meer punten. De juiste kleuren of de schattigere of degene die gewoon beter is. Hè? Ja. Ik vond het echt een hele leuke challenge om te doen. Ik vond het ook echt heel erg leuk. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor het meedoen. En wat mij betreft is die helemaal een hartstikke geslaagd. Joehoe. 20 second wrap out. Java, Sophia, Cleo en Larissa, I love Sarah. Ivke van Bree, Elise, Iris, Tirza, Leila, Farah. Job en Sayeda, Sharon, Rosa, Sude, Ina. Daisy, Lynn, Amber, Iris, Burger en Jasmine. Lena, Sasha, Effie, Silke, Erika en Sanne. Madelief en Aisha, Caroline, Anne. Tess, Rox, Mila en Rashida, Isabella. Irene, Supergirl, Lisa, David, Arne, Ella. Als je dit gedeelte ziet, dat betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En zorg ook zeker eventjes voor dat je Jayana's kanalen bekijkt. Ze heeft een Instagram en een YouTube en ik link daarnaar in de beschrijving hieronder deze video. Laat ook zeker eventjes weten in reacties als je in de 20 Second Wrap-out van volgende week wil komen. Gebruik het woordje wrap-out. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!